De Hilversumse Expohal was een uitgezocht toernooiveld voor de damesturnploegen van Nederland en Oostenrijk. Bijna 2000 bezoekers genoten er van uitstekende gymnastiek. Op het eerste onderdeel, het paardspringen, waren de Oostenrijkse meisjes onder aanvoering van Henny Partzer goed op dreef. Maar de Nederlandse dames met Beb Ypenburg in de gelederen haalden op dit nummer meer punten binnen. Henny Partzer, de op één na beste Oostenrijkse turnster, begon op de brug met ongelijke leggers aan een zeer moeilijke oefening. Maar bij het ruggelings overspreiden over de hoge legger verloor ze haar evenwicht, waardoor ze een lelijke val maakte. Ondanks de pijn zette Henny Partzer haar oefening direct voort, wel een bewijs van haar goede wedstrijdmentaliteit. Het publiek beloonde de Oostenrijkse turnster met een zeer hartelijk applaus. De Amsterdamse Dolly van der Meulen was de beste van alle deelnemende turnsters bij de grondgymnastiek. Met deze geslaagde vrije oefening voegde Dolly van der Meulen extra punten toe aan het totaal van de Nederlandse ploeg, die een ruime overwinning behaalde.